hier achter mij in het huis van Drexel is een moord gepleegd. En ik ben geroepen om te onderzoeken wie het heeft gedaan. Kom met me mee. Mijn eerste moordmysterie. Natuurlijk was ik zenuwachtig. Nou ja, voor de detectief is dit normaal, dus niks opwindends. Ik had genoeg gezien. Ik laat mijn slachtoffer netjes achter. Hup, beentje binnenboord. Het was mij duidelijk. De moord was net gepleegd. Het slachtoffer glimlachte gelukzalig. Ze moest de moordenaar herkend hebben. Ja, ik moest haar tweelingzus maar eens ondervragen. Is mijn zus dood? Ik heb niks gedaan, ik lag te slapen. Mijn arme zus. Ik hield van haar. Ze was onschuldiger dan ik dacht. Een dode verdachte. Verdacht. Mijn vader had altijd al een hekel aan tweelingen. Kom binnen. Ik heb een grote hekel aan tweelingen. Ik beken. Neem me mee. Dit was net iets te makkelijk. Gelukkig dacht de moordenaar dat ook. Het statief was een duidelijke aanwijzing. Binnen! Ja, dat is inderdaad mijn statief. Maar die is een jaar geleden gestolen. Ik weet niks van een moord. De fotografe speelde de vermoorde onschuld. Met overtuiging. De skistok bracht mij dichter bij de moordenaar. Ja, ik ski al meer dan 50 jaar en ik ben nog nooit gevallen. Het was duidelijk dat ze lag, maar dat maakte haar geen moordenaar. Nu was er nog maar één verdachte, de langslevende, en zijn camera lag naast de dode.
een langlevend contract. En nu ben ik de langstlevende. Haha. De langstlevende? Niet meer! Dit was mijn laatste verdachte. Ik had het toch niet zelf gedaan? Wat nu? Te laat had ik het door.